Je bent overtuigd. Je wil aan de slag met zakelijk vloggen. Maar waar begin je? Hoi, ik ben Lieke van der Plas, zakelijk vlogger en eigenaar van Lef Media, het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland. In deze serie vertel ik je alles over de kracht van zakelijk vloggen en leer ik je de tips en tricks. En in deze aflevering vertel ik wat je moet weten voordat je begint met vloggen. Allereerst is het belangrijk dat je bedenkt wat je met de vlogs wil bereiken. Het is dus belangrijk dat je doelen gaat stellen. En ook dat je weet voor wie je het maakt. En het kan algemene zin zijn, maar ook per vlog specifiek. Dus als je een vlogje gaat maken, weet wat is je doel en wie is je doelgroep. Als je helder hebt wat je doel is en wie je doelgroep is, ga dan nadenken over je kernboodschap. En let op, er mag maar één kernboodschap zitten in je vlog. Een goede voorbereiding is heel erg belangrijk. Je weet nu wat je doel is, wie je doelgroep is, wat je kernboodschap is. Leg dit allemaal vast in een script. En als je wil weten hoe je dat precies doet, daar gaan we nog een keer een video over maken. Aangezien jij de vlog gaat presenteren, is het belangrijk dat je je comfortabel voelt voor de camera. Zorg dus dat je iets aantrekt wat lekker zit, wat fijn zit, dat je haar goed zit. Dat je in ieder geval over je uiterlijk geen zorgen meer hoeft te maken. Nu weet je precies hoe je je moet voorbereiden op een vlog. Maar als je wilt gaan filmen, heb je natuurlijk ook een camera nodig. En daar vertel ik je alles over in de volgende video. Op de hoogte blijven, abonneer dan op ons YouTube-kanaal en laat natuurlijk even weten wat je van de video vond in de reacties.